Er is een snelloket bij de gemeente en we vragen aan de wethouder, Joop van Ezik, van hoe is dat tot stand gekomen? Het snelloket is een opdracht vanuit het coalitieakkoord. We hebben een nieuwe bestuursperiode. Een van de opdrachten in het coalitieakkoord richt zich op het minimabeleid. En dat coalitieakkoord zegt, in plaats van dat je zeg maar uitgaat van wantrouwen, in de zin van we moeten alle ziel en zaligheid blootleggen voordat je in aanmerking komt van steun van de gemeente, moet je de omslag maken naar vertrouwen. En die omslag hebben we nu geprobeerd te maken. Door dat mensen niet meer hun ziel en zaligheid bloot moeten leggen, maar dat ze bij ons komen, dat we uitgaan van vertrouwen en dat we niet meer vooraf controleren, maar uiteindelijk achteraf en dan nog alleen steeksproefgewijs. Dat is wat we beogen met het snelloket. En Sabrina, wat houdt het snelloket in? Nou, het snelloket is eigenlijk ingericht om heel snel een aanvraag voor bijzondere bijstand af te handelen. Je hebt 4 producten uit ons minimabeleid, waaronder bijzondere bijstand. En daar is het eigenlijk de bedoeling dat als je aan het loket komt en een aanvraag indient, dat je binnen een kwartier een besluit krijgt. Je krijgt eigenlijk al gewoon een brief mee naar huis. Dus, en je kan het ook per post doen, dan krijg je binnen een week een besluit en altijd binnen 10 dagen je betaling. En voor wie is deze bijzondere bijstand bestemd? Het is bedoeld voor mensen die al een uitkering hebben van de gemeente, van de afdeling Sociale Zaken. En mensen die een inkomen hebben tot 120% van het minimumloon. En al eens eerder bijzondere bijstand hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Want die groep die kennen wij namelijk al qua inkomen en vermogen. Dus die hoeven ook niks meer van bewijsstukken over hun inkomen of vermogen te overleggen, maar alleen een bonnetje. Om wat voor soort kosten gaat het? Nou, het gaat eigenlijk om 9 kostensoorten bijzondere bijstand. Daarin hebben we ongeveer een onderscheid gemaakt voor kostensoorten die veel voorkomen bij wat oudere mensen. Zoals hulp bij het huishouden, pedicurekosten, maaltijdvoorziening of personenalarmering. Maar we hebben ook speciale kostensoorten voor gezinnen met kinderen. Zoals zwemlessen en de computerregeling. Dat zijn eigenlijk wel de meest voorkomende kosten. Is dit een proef? Nou, dit is een pilot van een jaar. We gaan het sowieso in juli even tussentijds evalueren om te kijken of er gebruik natuurlijk van wordt gemaakt. Ook om te kijken of mensen daar tevreden over zijn. En het loopt tot en met 31 december 2011. Op zaterdag 23 april konden de meisjes van het voetbalteam van SV Oosterwijk kampioen worden. Bij winst zou dit een feest zijn. Al vanaf de aftrap maakte Oosterwijk een prachtig doelpunt. Er zouden er nog vele volgen, waaronder deze fraaie kopbal. Ten slotte won Oosterwijk met grote cijfers. Na het laatste pleitsignaal van de scheidsrechter kon het feest beginnen. En natuurlijk waren er na afloop de bloemen en de beker. Letitia, het is vandaag 23 april tot zover. Klopt. Hoe is het de afgelopen 3 weken gegaan? Ik heb veel meer respons gekregen dan ik had verwacht. Ik heb zelfs een radiocommercial van een sponsor aangeboden gekregen op Radio 2 FM de afgelopen 3 weken. En ik heb een team samen kunnen stellen van 42 mensen. Dus we gaan ons best doen om voor Kika zoveel mogelijk geld in te zamelen. En lopen die allemaal de 15 kilometer? Nee, er zijn ongeveer 6 mensen die 5 kilometer lopen. Ongeveer 35 volgens mij die 10 kilometer lopen. En een stuk of 6-7 mensen die 15 kilometer gaan lopen. En kun je al iets zeggen over de opbrengst?
Ik heb van Kika een compliment gekregen dat er op dit moment al bijna 2000 euro is gedoneerd op de rekening van Kika, 8118. En ik heb de sponsorformulieren allemaal nog in ontvangst genomen. Die moeten allemaal nog opgestuurd worden en afgeschreven. Ik denk dat we wel richting de 10.000 euro. Dat is 5-31 en 5-33 en dat is Damian en Peggy. Wim 901 komt eraan. De 15 kilometer zit erop. Ja, ik ben uitgeput, maar om eerlijk te zeggen super trots. Op alle mensen die hebben meegelopen. Ja, heerlijk. De hitte zat echt wel tegen, maar ik ben echt heel blij dat ik hem heb gelopen. 1,5 uur volgens mij zelfs. Minder. Ik heb er hier heel veel van Kika binnen zien komen, maar die waren niet zo moe als jullie. Ja, maar wij hebben 15 kilometer gedaan. Hier komt nog een meneer voor 15 kilometer. Die zijn wij wel voor geweest. Patrick. Hey Patrick. Hoe was het parcours? Alles op asfalt. Goed te doen. Ik heb nooit eerder een wedstrijd meegelopen, maar dit was gewoon puur fun. Dat is echt leuk. En weet je je tijd? Nou, binnen 1,5 uur voor 15 kilometer. Dus voor mijn doen is dat wel goed. Oké, okay. Nou, tot volgend jaar dan zou ik zeggen. Jazeker, dankjewel.